Deze reportage is mede mogelijk gemaakt door Woonboulevard Nijmegen. Volop variatie op een toplocatie. Kijk eens op woonboulevardnijmegen.nl. Nieuws uit Nijmegen. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de oudste stad van Nederland. Sensor is een landelijke luisterlijn waar mensen via chat, e-mail en telefoon 24 uur per dag terecht kunnen voor een luisterend oor. Ook in Nijmegen heeft de hulpdienst een locatie. Mensen kunnen bij Sensor terecht eigenlijk om hun verhaal kwijt te kunnen. Een luisterend oor, echte aandacht. En dat is voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Daar zitten geen voorwaarden aan. Iedereen die mag ons bellen, chatten of mailen met ons. Waarom is een luisterlijn als Sensor belangrijk? We bestaan al bijna 60 jaar. En al die jaren zijn de telefonische oproepen, maar ook via de chat, zijn toegenomen. Dus dat is een duidelijke behoefte vanuit de maatschappij. En het is ook belangrijk dat iedereen ergens terecht kan met zijn verhaal of waar die dan ook mee zit. Dus daarin hebben we echt wel een functie. Charlotte, jij doet al 3,5 jaar vrijwilligerswerk bij Sensor. Waarom ben je hier begonnen? Ik ben bij Sensor begonnen omdat ik graag vrijwilligerswerk wilde doen waar ik echt van betekenis kan zijn voor andere mensen. En ook een organisatie waarin ik mezelf herken in de visie en de missie. En ik vind de missie bijvoorbeeld heel mooi van Sensor. Die zegt dat door naar elkaar te luisteren in een gelijkwaardig en open gesprek, kunnen mensen weer in staat komen om zorgen en pijn en verdriet het hoofd te bieden. En daar wil ik graag aan bijdragen. En wat betekent het voor jou dat je daar een bijdrage aan levert? Voor mij is dit werk heel waardevol. En ik vind het waardevol niet alleen voor mij als vrijwilliger, maar ook dus voor diegenen die contact opnemen met Sensor. Als vrijwilliger kom je terecht in een professionele vrijwilligersorganisatie. Er is veel ruimte voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en om elkaar te ontmoeten. Dus je merkt dat zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers zeer betrokken zijn bij dit werk. En bovendien vind ik het werk zelf aan de telefoon. Dat geeft me echt de kans om mezelf tot volwaardig mens te ontwikkelen. Want hoe doe jij dat wanneer iemand belt? Wat probeer jij iemand die belt te geven of te bieden? Ja, ik ga het gesprek altijd aan vanuit de grondhouding vanuit Sensor. Dat is de persoon volledig aanvaarden en zonder oordeel. En dat probeer ik de mensen ook te laten merken. Dat ze op die manier bij mij terecht kunnen, als luisterend oor. Daarnaast merk ik ook, als ik naar iemand luister, zonder oordeel en open en oprecht, dat diegene zich gezien en gehoord voelt. En dat maakt weer dat diegene zichzelf weer beter kan zien en zijn situatie waar die in zit. En mijn insteek is ook altijd dat diegene met meer zelfvertrouwen en meer zelfwaardering weer zijn eigen weg kan vervolgen. Wat hopen jullie te bereiken met Sensor Nijmegen? Echte aandacht voor iedereen. Dus eigenlijk dat iedereen ons weet te vinden. Maar ook dat er gewoon aandacht komt voor elkaar. Dus dat mensen Sensor niet nodig hebben. Dus dat er ruimte komt om te luisteren naar elkaar. En dat mensen elkaar op die manier elkaar kunnen helpen. En ook de zelfredzaamheid aanmoedigen. Nieuws uit Nijmegen. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de oudste stad van Nederland.